Sock Attack. Ja, helemaal vreemd. De linker lijkt 10. Oh, het is vreemd. Oh, het is vreemd, dankjewel. Oh, niet echt. Wel met Angel, toch? Angel Zuurhof. Oh mijn god, Mickey. Jij kent Katri, toch? Van dat ding waar je huiswerk maakt. Mickey en mijn hond. Ja, Mickey Mossel. Oh, gezellig. Ik kan geen Engels. Jullie samen. Nee. Geen kroptopjes. Het vreemd wordt gaat om mijn kroppen. Sorry, ik kan niet. Jackie, hoe ken je me? Ik heb je een paar keer gezien op TikTok. En je zit bij Lotus in het team. Of bij hockey. En jij kent Katri. Dat was het. Daardoor wist ik wie jij was. Maar ik denk dat jij kent mij niet, denk ik. Maar je lijkt me wel heel aardig. Snap. Deze lijkt meer op een 8-jarige. Oh, wat een haar. Kun je die straks proberen? Ja, doe. Nee, sok challenge. Ja, stuur me 50 roosjes en doe elke challenge die je wil met sokken. Oké, waar zullen ze? Ja, daar is een grapje trouwens. Knapjes, dankjewel. Nee. Ja, ik ken Eliaf ook. Dit is fucking raar. Zou ik het even van de bank weggooien? Nee, dat is ook nog harder. Heb jij geen slot op je deur? Nee, fucking irritant. Ik kan dat even zeggen tegen het niet. Laat ik even de deur openstaan. Ja? Ja, als jij nog 50 roosjes stuurt, dan zijn er nog een keer de voeten op. Wat zijn Mickey nog? Nee, Mickey vroeg of ik Eliaf ken. Oh, ja. Maar Mickey, Mickey ken je... Als je nog één keer zegt, vermoord ik je. Mickey, ken je Katri? Jullie zijn echt zo mooie meisjes. Dankjewel. Heel lief. Outfit check, please. Doe je outfit. Mijn schaar. Oh ja, maar ik moet er iets anders aan doen. Dat is geen onderbroek voor... Dit is een rokje met een broekje. Dat is ook nog harder, maar... Voor de linker, je bent super knap. Love. Doekoes. Doe een challenge of zo. Ja, als jij een challenge bedenkt... Beautiful Ice, dankjewel. Luca on fire met zijn roosjes. Echt, hè? Wie is Luca? Maar Mickey, jij kent Katri, toch? Jullie donut is echt zwaar geplet. Fit check. Kom even bij onze live kijken. Hey. Ja. Ja, ik ken Katri ook heel goed. Ik denk daarom. Wat is je Insta de volgende keer of zo? Zal ik het geven? Die is Julia. Ja, die zal ik doen. Wow, wat lief, Luca. Even wachten tot Jill terug is. Lotus, is je stem alweer? Vraagt Lily. Je bent echt mooi, dankjewel. Lily? Vraag oh me. Ja, mijn stem is weer back, bitches. Gisteren was hij nog steeds weg, maar hij is vanavond. Ik ben aan het poepen, oh, het is vreemd. Ja, hij is... Is het waar? Jill, kan je mijn tas doen, alsjeblieft? Nee, dat kan ik wel. Wat? Ja, ik heb het koud. Mag ik je raam dicht doen? Baby. Hoe moet dat, Lotus? En? Als je me nu iets gaat vertellen, dan vermoord ik je. Waar is het gelopen? Fit Fee Challenge. Oh, geef eens je voet. Ik ben aan het aftrekken, anders ben ik vreemd. Kunnen jullie K-pop? Nee, sorry. Ja, ik ken het niet. Meisjes zijn mijn purely de klas en daar zijn ze van. Ik ben de kamer. Kennen jullie K-pop? Nee, sorry. Er staan twee strepen, dus wat betekent dat? Zeg het niet zo hard, alsjeblieft. Even kijken. Dat betekent volgens mij niet iets heel goeds. Ik heb 50 roos gedaan. Doet ze haar voet op je hoofd, Hiel? Nee, is dat strepen? Nee, wat gebeurt hier? Haarlempaleisje. Hé, hey, Mookie. Mookie, jij kent toch Demi? Demi 5. Hoe oud zijn jullie? Ik heb gewoon mijn bro. Hè? Zeg tegen Julia dat ze me niet zo lang op afgeleverd moet laten. Wie zei dat? Ken ik niet. Ocean. Niet zo huilen, Ocean. Ja, of nee, niet zoals ze op het bed liggen dan op je hoofd. Yo, even op het bed liggen. Ja, oké, okay, goed. Het is goed. Het is goed. Yo, ik zweer het. Wij zijn zo vreemd, hè? Ja. Vreemd.
Luca, gaat het goed? Ik ga gelijk even kijken, Ocean. Oh, je hebt mij helemaal niks gestuurd. Maar waarom stuur je mijn haar? Want ik red om het hele ring. Een foto van Lotus krijg je naar binnen. Oh, leuk. Ik kom uit Nederland, Amsterdam. Iemand zegt 2 streepjes is zwanger of corona hebben. Ewa, Red Bull geeft je vleugels, begrijp je? Derde heeft echt mijn haar mooie kleding. Ik denk dat ze het over jullie jas hebben. Wat? Ik denk dat ze het over jou hebben. Wat was er dan? Dat je een mooie haar, mooie kleding hebt. Oh. Yo, heb je een zwangerschapstest gedaan? Nee. Nee. Wie zei dat? Deze hele chat heeft een voetenfestje, snap je? Hoe oud zijn jullie? Oh, damn, hi. Ik kom zelf ook in Amsterdam. Nice. Mooie haarlijn, dankjewel man. Dan mag ik er nog eentje. Mijn client. Wat zijn jullie namen? Ik ben Jackie, dat is leuk, dat is you. Ik ben Jul van Beste, you know. Oh, jij bent mooi, dankjewel. Jullie zijn echt mooi, super lief. Ah, super lief. Wat zijn jullie namen? Oh, dat heb ik al gezegd. Hoe oud? Mooie haarlijn. Vreemd. Jij hebt oprecht wel mooie haarlijn. Mhm. Ja? Iedereen moet hart geven. Mag ik jou een keer met een middenscheiding doen, Lotus? Nee, dat zou ik wel iets zo knap. Lief, ik wil ook snoep. Zelf mijn vrienden willen dat doen. Iemand wil, ik vind dat echt wel sokken zien. Heb je een paar in je kast? Ja, straks. Ja. Nee, nu. Waar heb je zo'n medicijn dan? Nee. Rare borstel. Vriend, echt hè? Ja. Heb je zo'n waterspray? Sexy vriend. Wie zegt dat? Ken ik niet, jongen. Pak het eens. Nee. En heb wat je een kwartje borstel? Roosjes. Dat is echt wel. Kwartje borstel. Jezus. Volg mevrouw van Everding op TikTok. Ik geef die vrouw zo'n dikke promo, ik zweer. Ik hoop dat ze love shows. Maar nu is er niet. Kijk er iemand van het Haarlem College? Sowieso altijd wel iemand. Maar ik vraag me gewoon af wie. Zit je op het Haarlem College? Ja, even kijken. VMBO 3. Jeetje. VMBO T. Jeetje. Do you struggle with your lazy eye? Wat? Laat je boobies zien. Dat vind ik vreemd. Hoe kennen jullie elkaar van school? Fitcheck. Heel, dus een fitcheck. Heel even snel. Broek van de Sarah, shirt van de Shine, sokken van mijn moeder en haar van de Action.